En yes, dames en heren, vandaag's video gaat inderdaad over het vinden van een goede baan. Als jij je droombaan al hebt gevonden en denkt... niet nodig. Dan adviseer ik je om verder te kijken, want jij hebt het misschien fout. In je studententijd is geld een noodzakelijk goed, maar eten is ook een noodzakelijk goed. En voor eten heb je geld nodig. Of je moet werken op een boerderij of zo. You thought wrong! Guess what? Daar heb je ook geld voor nodig. Maar geld verdienen betekent niet alleen maar een eenzame fabrieksmedewerker achter een lopende band die deeg uit de machine naar de smaakmaker toe gooit. Dat was heel specifiek. Hij moet ook een beetje leuk zijn. En daarom geef ik jou 3 tips voor het vinden van een voorlopige droombaan. Tip 1. Maak een account aan op www.nationalevacaturebank.nl. Maak daarnaast ook nog eens een LinkedIn pagina en vul die aan tot jij expert level hebt bereikt. Door puur deze 2 dingen te doen heb ik al een paar hele toffe banen aangeboden gekregen. Tip 2. Ga naar het bedrijf waar jij voor wil werken en vraag of je de manager kan spreken. En soms gaat het iets zoals zo. Hi, mijn naam is Julian. Is de manager toevallig aanwezig? Ja. Wacht even. Carl. Oké, misschien gaat het iets anders. Vervolgens vraag jij zelf aan de manager of er misschien een baantje vrij is. Verwijs deze manager jou door naar de site of vraag de manager jou een e-mail te sturen. Vraag dan de manager of je zijn naam mag gebruiken als een referentie. Works like a charm. Side tip. Pak je beste outfits uit de kast om jezelf zo goed mogelijk te representeren voor de manager. Because you know, first impressions matter. Tip 3. Draai. Deze tip is eigenlijk het meest makkelijkste om uit te voeren, maar wel een van de meest efficiënte. Kijk op de social media sites van het bedrijf waarvoor je wil werken. Hier melden zij ook vaak dat ze personeel zoeken. En dan kun je daar gewoon direct op reageren. Zo heb ik ook mijn baan gevonden. En vele van mijn vrienden ook. Het zoeken naar een baan is niet altijd makkelijk. Maar als wij een pot goud kregen, iedere keer dat wij erom wensen, was de wereld ook wel een stuk mooier geweest. Dus daarom, luister naar deze prachtige tips van oma Julian. Get your ass out of bed and start finding a job. Niet vergeten, iedere dinsdag om 4 uur zie jij een nieuwe video van mij, Julian, op dit kanaal. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal weer de volgende keer. Joe! En ja, voordat je het vraagt, it's a Pikachu shirt.